als mijn tijd gebeurd is. Mm-hmm. En de kist ligt hier op je pad. Welkom bij een spiksplinternieuwe podcast over vastenavond in het Krabbergat. Mot is oren. Jawel, 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 jawel. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van onze podcast Mot is oren. Een podcast over de vastenavond in Berg op Zoom in het Krabbergat. En Koen. Joris. Leuk dat jij er ook weer bent. Nou, ik vind het ook weer leuk dat jij er bent. Ja, alsof we het getimed hebben, hè? Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Zo toevallig dat we elkaar iedere keer weer tegenkomen. Heb je een nieuwe trui gekocht? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee. Heel flauw. Koen, ja, weer een nieuwe aflevering, weer een nieuwe gast. Ik kan wel zeggen, alweer een hele prachtige gast. En natuurlijk. Een hele kleurrijke gast volgens mij ook. Ik denk het wel. Ik ken de persoon niet. Ik heb de naam heel vaak voorbij horen komen. Maar, dus ik ben heel erg benieuwd naar vandaag, naar deze aflevering. Zeker. Ah, dat is mooi. Wij zijn even wat gaan wisselen, hè? Nu mag jij een keer achter de tablet. Ja, precies. Dus ik probeer geen rare geluiden te laten horen. Helemaal goed. We hebben iedereen welkom geheten, Koen. Ja, is het tijd? Voor, je weet het wel. Waarom maak je in godsnaam deze podcast? Ja, waarom dan? Ja, Koen, waarom dan? Nou, corona, bla bla bla. We kunnen niet zoveel, maar we kunnen tenminste nog wel een podcast maken. En wij willen weten, waar gaat jouw vastenavond nou hard, nou sneller... harder of vuriger van kloppen. Oh, wauw, vuriger. Ja. Wauw, die moeten we vaker gaan gebruiken. Vuriger, kunnen we voor volgend jaar weer doen. Ja. Heel goed idee, ja. Nee, zeker. Waarom ga je jou vast vanavond hard vuriger kloppen? Ja, heel mooi. Ook deze keer weer een gast. Locatie krijgen we daarbij, toch? Bij de intro. Ja. Ja? Doen gewoon eerst deze. Gast! Oh, we hebben een gast! Onze mooie Paul Hopmans die je daarin in voorbij hoorde komen. Ja hoor. Goeie stem op die vent, zeg. Zo. Ongelooflijk. Ja, onze gast, Koen, vertel. Ja, we hebben een gast, hè? Ja. Ja, ik zal gelijk vertellen. Hij stuurde ons, nou, ik wil heel graag, daar repeteer ik namelijk al, volgens mij zit hij tegen mij 44 jaar. Maar hij vertelde vandaag ook al dat hij al 49 jaar muzikant is. Ja. In de vastenavond muzikant, zo moest ik het zeggen. Dus ik weet niet of die dus al zo lang ook al bij dat ene café zit. Maar hij wilde heel graag bij het Zwijnshoft opnemen. Mm-hmm. Dat ging helaas niet lukken. Nee. Dus wij hebben ons best gedaan. Jan, jij zit gewoon eigenlijk met jouw rug naar de toog van het Zwijnshoft. Nou, geweldig. En ik heb het al verklapt, hè, dat hij Jan heet. Ja. We hebben hier Jan de Nijs. Al jaren zit hij bij... God, nou ben ik het vergeten. Hè? Zeg maar tot en toe. Tot en toe, ja. Tot en toe. En daarnaast is hij ook al 400 miljoen miljard jaar ICB'er. Nou, dat is wel erg lang. Maar, okay. 400 miljard jaar. Wel erg lang. 34 volgens mij, toch? Nou, je begint met mijn 34ste jaar. Ja. 34 jaar, dus je hebt je jubileum net gehad. Van het jaar heb ik een grote bronzen krabbeltje. Kijk. Dat is 33 jaar. Maar dat gaf vanzelf. Je krijgt toch wel wat leuks dan, toch? Ik kreeg een bronzen krab van een paar kilo. Van een paar kilo, ja. Ja, okay. En die mag je op de cassette thuis in. Okay. Dat is het dan. En je wordt bij de sluiting, mag je even op het podium komen. Dat is ook leuk. Mm-hmm. Vooral voor vrouw en kind en zoon. Dus die zien paas staan. Ja, tuurlijk. Nee, ja. Maar voor de rest, ja. Ik denk, dat voor mij is dat niet zo belangrijk die jaar. Ik denk, ICB of schooien, hoe je het noemen. Mm-hmm. Dat doe je omdat je het leuk vindt. Ja. En je gaat daar niet van, hoeveel jaar ben ik al bezig? Dat vind ik helemaal niet zo interessant eigenlijk. Nee. Snap ik. Straks gaan we verder praten over je jaren bij de ICB. Ja, en daarom ook. Waarom het zo belangrijk is voor dit feest. Maar eerst. De stellingen. Stellingen? Oh ja, frikandelleke, Joris. De stellingen. Ja, Jan, wij gaan je een vijftal stellingen voorleggen. En dan moet je gewoon de een of de andere kant kiezen. Ja of nee zeggen. En als je erover wilt uitweiden, gewoon doen. Neem de tijd. We hebben, in ieder geval, ik heb alle tijd. Koen, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik wel. Ik hoef morgen nog niet te werken. Nee. Dus, Jan, op tijd terug bij je familievrouw zijn? Nee, ik heb al permissie. Ah, gelukkig. Geen avondklok. Nou, nee. Dat is mooi. Heel goed. Zal ik beginnen met de eerste? Ja, doe dat. Ja. Het geld, Jan. Het geld dat wij als ICB ophalen, dat zie ik terug in het feest. Dat zie je
ja, dan zie je grotendeels terug aan het feest. Maar er wordt gebruikt voor kosten van een kennenvast en avond. Ziekenbezoek in wat hoog heet en de ziekenhuiskar. Gedeelte van het optocht. Dus je ziet op de diverse fronten terug in het feest. Dat klopt wel, ja. Ja. En zie je, als er iets speciaals gebeurt, dan weet je ook gewoon bijvoorbeeld iets een grotere kinderenvastenavond opstelling of een extra wagen in de optocht, ik noem maar eventjes iets hoor. Nou, zo specifiek niet noemen. Maar nee. Nee, want bij ons wordt natuurlijk nooit meegedeeld waar het specifiek aan besteed wordt. Mm-hmm. Maar wij weten wel voor de doeleinden waar het gebruikt wordt. Ja, oké. Okay. Dat wel. Dus, okay. Helemaal top. Ja. Ja. Moet ik het op volgorde doen, jongens? Maar hoeft niet. Oké. Okay. Wij worden altijd met open armen ontvangen als ICB'er. Nou, ik moet zeggen, eigenlijk ja. En waarom? Ja, je loopt natuurlijk al jaren in dezelfde wijk. En ik heb het voordeel, ik woon, loop in de Pleiaden aan de flats. Dus ja. Ik ga aan het begin van de galerij, trek ik mijn mond open. Met het voordeel dat de deuren er verderop niet gaan of wel open. Oh, daar heb je hem weer. De schooier. Dus, en er zijn wel eens adressen die wat minder positief zijn. Ja, dan moet je gewoon omheen gaan. Dan de, dat is geen probleem. Er zijn dus ook adressen bij die je het ene jaar hebt bezocht. En dan geen leuke reactie. Of misschien wel geen reactie hebt gehad. En dan dus zegt van, nou gaan we volgend jaar niet meer naartoe. Nee. We gaan in principe elk adres langs. Okay. We hebben één adres. Daar hebben we ooit een klein conflict. Ja, dat is een groot woord, maar een discussie mee gehad. Mm-hmm. En daar hebben ze iets van, jongens, we hopen dat hij niet thuis is. Ja, oh, op die manier. Nee, dus, ja. Dat is dan tactisch gezien. Hè, maar ja. In principe gaan elk adres worden aangebeld. Oké. Okay. En dat hoort ook zo, vind ik. Nee, zeker. Ja. Zeker. De derde stelling alweer. Over 10 jaar bestaat de ICB nog, ondanks alle technologische ontwikkelingen. Ja, ik denk dat die nog steeds wel bestaan. Omdat de behoeften aan de financiën er nog steeds zijn. Mm-hmm. En je merkt wel een evolutie in de ICB gebeuren. Want ja, als je natuurlijk al langer meeloopt. We hebben vroeger die avond gehad. Het was echt een hele kleine, close groep. En de groep wordt ook groter. Je hebt een technologie, want vroeger was het alleen maar contant geld. Mm-hmm. Nu lopen ze met de pinpassen lopen ze rond. Dus het verandert allemaal wel. Maar ik denk dat het idee op zich en de behoefte aan de ICB, dus zal wel blijven staan. Dat denk ik wel. Ja, de ICB, misschien dat die ook een soort wake-up call maken of zo. Dat mensen, stel je voor dat ze de vrijheid hebben om te storten. Op die manier dat ze dan toch herinnerd worden of zo. Dat zou kunnen, maar we hebben natuurlijk eerst de schoorbrieven. Oh ja, die we uitzetten. Ja. En het is natuurlijk ook de tactiek. Om een schoorbrief in de straat uit te zetten. En 2 dagen later te gaan lopen. Ja. Dan moet je geen 3 weken wachten. Want dan zijn ze de brief al vergeten. Of liggen bij het oude papier. Schoorbrief doen jullie ook in de bus? Ja, die brengen wij ook in ons. Oké. Helemaal top. Ja. Pakken blijven. Ja. Even kijken. We zijn bij de vierde. Ja. Ik heb wel eens vastenavondkranten in de prullenbak gegooid. Omdat ik geen zin had om de deuren langs te gaan. Nee, dat kan niet. Ik denk ten eerste... Ik weet niet of ze het in de gaten zo hebben, maar voor je eigen eergevoel kan dat gewoon niet. Het is ook zo van iedereen in de wijk waar je langs gaat, heeft recht op een krant. Zelfs de mensen die het niet geven, daar houden wij trouwens ook niet bij, want het staat wel in het boek, maar wij weten het natuurlijk niet uit ons hoofd. Dus iedere brievenbus, ik heb bij onze krant binnengegooid. En dat is ook terecht, vind ik. Mijn buurvrouw die gooit dus altijd door de brievenbus gewoon weer terug naar buiten. Serieus? Ja. Ze had wel betaald dan. Betaald? Nou, je moet toch betalen voor een vastenavond? Nee. Oh, niet? Oh, nee, dat dacht ik altijd. Oh. Ja, er zijn plaatsen in West-Brabant, maar daar wel eens. Okay. Dan gaan ze in Lans en schooien en krijgen gelijk een krant. Okay. Maar bij een zomer zo van, we gaan eerst de schoorbrieven uitzetten. Uh-huh. Daarna gaan we de deuren langs. Ja. En soms 2 à 3 keer. En als iemand 25 euro geeft, hij is een keer niet thuis. Ja, dan sta ik een dag later weer op de stoep. Ja, ja. Dat is logisch. Ja. En daarna kreeg ook iedereen in de week bij ons kreeg een vastenavondkrant. Dus alle huishoudens en merps ook okay. Moeten erin krijgen. Oké, nou helemaal top. Ja, ik ben zelf eventjes postbode geweest. En heb je ook wel eens van die brievenbus gehad, weet je wel? Die hele kleine ouderwetse. Maar zo'n vastenavondkrant, die moet je dan 3 keer dubbelvouwen. Ja. Dan past hij er nog niet in, volgens mij. Nee, dat is inderdaad... ik heb gelukkig week wat er niet is, maar okay. Dat kan wel eens een probleem zijn. Ja. Dat snap ik. Hoe doe je dat dan, weet je wel? Ja, heel moeilijk. Per katern. Ja. Nou, we hebben wel een ander probleem. We hebben namelijk een flat in de Vierlaan. En de brievenbussen zijn daar zo verrekkers hoog. Mm-hmm. Die af en toe een klein trapje nodig hebt. Ja, oh ja. Koen zou erin kunnen, maar wij kunnen, maar ik dus niet. Dus dat is af en toe ook wel een probleem. Maar dat komt allemaal goed. Ah, kijk, top. De laatste stelling is wel een hele heftige misschien. Hè? Maar ik heb... Ja. Dit stond namelijk op de site van de stichting. Ja. En ik stel hem nu even als stelling aan jou, Jan. Ik sterf voor de vastenavond. Je ziet mij twijfelen.
Nou, ik moet wel zeggen, de Vastenaad liggen heel diep in mijn hart. Ja, dus, ja, je bent in de binnenstad geboren, je bent ermee opgegroeid. Mm-hmm. En ik zal er waarschijnlijk ook, ja, ook mee sterven, zeg maar. Mm-hmm. Maar sterven voor. Ik denk, als je wat ouder wordt, ga je ook iets meer nuanceren. Ja. En er zijn natuurlijk ook, ook andere zaken in de wereld. En mijn hart is wel heel erg heel belangrijk voor mezelf. En, ja, en het mooiste, want, en Koen weet dat ook, als ik dan muziek had maken met mijn Vastenaad, heb ik altijd een rode pet op. En ik heb wel ooit tegen mijn vrouw gezet, als mijn tijd gebeurd is, mm-hmm. in de kist ligt die rode pet. Dus een stukje Vastenavond gaan we toch mee. Ja, ja, mooi. Of het gebeurt, weet ik niet, maar dat is wel wat ik aangegeven heb. Ja, ja. Nou, het staat nu... Ja, het staat nu vast. Op de band, zou ik zeggen. Ja, ja. Ja. Nee, misschien even kort te uitleggen. Ik heb de site van de stichting bekeken. Okay. Ja. En daar stond gewoon letterlijk dat de ICB'ers wel zouden sterven voor de Vastenavond. Ja. Dus, nou, denk ik dat ze die pagina heel lang niet meer hebben bijgewerkt. Maar, nee, 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 het laatste bedrag wat ze daar noemen komt uit 2012. Ja, dus, Nee. Dus ja. Ze is nu ook deel. Nou, helemaal top. Er waren stellingen. Ja, goed. De stellingen. Stellingen? Oh ja, frikandellek, Joris. De stellingen, Koen. Ja. We gaan gewoon eens te dieper op in. Ja. En we gaan eens kijken wie nou Jan de Nijs is. Want daar zijn wij natuurlijk benieuwd naar. Mm-hmm. En daar is onze eerste vraag. Dus een thema is natuurlijk het Vastenavondhart. Wanneer is jouw Vastenavondhart begonnen met kloppen? Ik denk bijna bij mijn geboorte. Ik was een paar weken oud en ik ben in januari geboren. Oh ja. Dus daar kan het bijna niet anders. Nee. En mijn ouders woonden in de binnenstad. Het huis waar nu Erik Heelen gewoon. Daar ben ik ook geboren in het huis. Adres? Nee, ga weer naar. Nee, nee. Dat zal bij een aantal mensen wel bekend zijn. Maar ik denk, dat zal ik Erik niet aandoen. Nee, snap ik. Maar in ieder geval, dus ik ben midden in de binnenstad geboren. En als klein manneke word je als ware meegezogen in de feest. Ja. En ik word ermee opgegroeid. Je zit in de binnenstad op school. En ja, ook, wat ik later in het dwel ben, verzeil ik ook via de MAVO. Dus eigenlijk gaat het vanzelf. Is er een moment geweest, ja, maakt even niet uit welke leeftijd je had, maar dat je dacht van, nou, dit is echt inderdaad het feest wat ik tof vind. En wat voor situatie was dat dan? Ja, mijn jonge jaren is een beetje lastig, want dat is natuurlijk een ver geleden. Maar, maar ik weet wel wat een paar dingen die in mijn verleden mee bijstonden. Dat ik ooit in het provoosthuis, waar nu kon poelen, dat was toen nog een grote zaal. En dan heb ik ooit een keer met een gymvereniging, was een carnavalsbal. En dat was niet zoals nu. Maar toen waren je nog echt mooi verkleed. Dat is bij hem zo geweest. Met mooi, wat bedoel je met mooi verkleed? Dan had ik een mooi klonkspak aan. Oh. dat is nu onmogelijk, maar dat was toen nog wel. En dat ik daar zomaar een eerste prijs mee won. Als manneke van de jaren 5, 6, dat was natuurlijk op dat moment heel gigantisch. Dus ik heb er even van aangetrof met het interview, maar dat was heel apart. Maar wat ik later, en met het huidige Vastenavond gebeuren, zeg maar. En dat vond ik wel heel apart, dat wij in een dwelmend zaten. Als manneke van 17, 18 jaar. En toen waren er in de stad misschien 10, 12 dweilbandjes, meer nog niet. En dan was je bijna een popartiest. En dan liep je te dweilen en dan liep er gewoon heel zooi met meisjes achter je aan. De vrouwen liepen achteraan te dweilen. Want die was gewoon heel, ja, dat vonden ze een geweldige dweilband. En dan voel je er even kicken en denk van, ja, dat is het. Ja. Maar heel dat warme gevoel van de Vastenavond heb je dan. En dat vind ik het mooiste van Vastenavond, wat warme gevoel je hebt. Ja, maar je zegt dat warme gevoel. Was het warme gevoel vroeger toen je dus rond de 18 was, dat de meiden achter je aanliepen? Nou, dat kreeg je natuurlijk als op een andere manier wel. Nee, maar ik zeg hem, je gaat wel op een gegeven moment door in een dwelband te zitten. Mm-hmm. Of onder in een dwelband, een bouwclub, maakt niet uit. Maar je krijgt natuurlijk, bent er meer bij betrokken bij de Vastenavond. Ja. En ik weet ook, het eerste jaar dat wij bliezen, was in 1972. Zijn we opgericht via de MAVO, zoals meer gebeurt. Mm-hmm. En we bestonden 3 weken. De helft van ons kon één keer maar geen muziek maken. En toen was er een Welmet Festival ook weer in het provoosthuis. En toen werden wij gevraagd om de boel af te sluiten. Want er waren maar zo weinig welbandjes. En dan sta je daar op het podium. En dan kijk je, wat gebeurt hier? Een volle zaal, wij moeten wat doen. En dan ga je blazen. En het nummer vergeet ik ook nooit meer, dat was Nooit meer doen. Van de Donkey Shocking was dat nummer. En wij speelden daar. En eerst klonk goed, hartstikke goed. Waarom? Al die andere orkesten waren achter ons aangesloten en stonden mee te blazen. En dan kreeg je echt van, wauw, dat is Vastenavond. Ja. Gewoon samen muziek maken, samen feest maken. Even voor mij, ik ken Provoosthuis alleen maar als inderdaad de poollocatie. En inderdaad, met de Vastenavond kan je daar feest vieren. Maar hoe werd daar vroeger dan een dwelbindfestival gehouden? Dat was nog een zaal achter. Oh, oké. Okay. Dat was nog een zaal. Dat was net in de Luxor, in de Lieverhovenstraat. Mm-hmm. Dat was ook een bioscoop en dan werd ook weer leeggeruimd.
En dat was ook een zaal waar ik kon grillen. Dus zeg, waar je nu de tuin hebt, was dus een, nog een gebouw, zeg maar. Oké. Op die manier. Ja, 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 ja. Ik ken het daar helemaal. Dit is echt al lang geleden dan. Ja, ik in Hagen landelijk mee op. Nee hoor. Nee. Maar oké, maar je geeft ook aan van toen ik eigenlijk in het dwelbeentje ging, toen merkte ik echt van oké, dit is het. Ja. Dit is echt een warm feest. Voor mijn gevoel wel. Ja. Dan daarvoor ging je wel weg. En dat was ook leuk. Maar toen was je zelf 16, 17 jaar en toen ging je in het dwelbeentje zitten. Ja, en dan heb je net de leeftijd dat je gaat stappen. Ja. En dan ga je op een gegeven moment van, mijn ouders zeiden van 12 uur thuis. Ja, de klok vergat ik dan. Mm-hmm. Dat was meestal iets later. Maar na 2 weken waren ze dan gewend ook wel later thuis kwam. Ja. Toen je 18 jaar was, welke jaartal spreken we dan? Nou, ik ben begonnen wel toen ik 17 was. Okay. En dat is 1972 geweest. 1972, oké. Okay. Ja. Is er een groot verschil? Want we hebben het bijvoorbeeld met Joost Eijkman, de grootste boer, hebben we het ook over gehad. Die had het ook over de jaren 70. Ja. Maar wat is volgens jou echt het verschil van de jaren 70 vastenavond vieren met nou, bijvoorbeeld nu? Ik zeg niet dat het beter is. Dat niet, want het is nu gewoon ook goed. Alleen, wat je toen wel had van, wat ik net aangaf, je had minder dwelbands. Dus kwam je in een café met een bandje. Het was niet dat je een nieuw moest gaan wachten voor je aan de beurt was. Maar ze stonden bijna, je werd op de bejaard opgeduwd van, alsjeblieft, speel wel. Je hoefde eigenlijk als muzikant geen portemonnee mee te nemen, want overal kreeg je gewoon gratis drank. Dat is nu ook minder. En je hebt heel veel waar ren. En daar komt bij, ja, de sfeer was ook anders in de stad. En niet dat het beter was, maar gewoon, het was gewoon, nu is het vast nou groter geworden, denk ik. Meer mensen. En bij hem zo is het ook groter geworden. En wat je vroeger had was van, iedereen die in Bergen-op-Zoom woonde, die was met de Vassenaar bezig. En ik denk nu, als je eerlijk bent, is het misschien 30-35% van de mensen van Bergen-op-Zoom met de Vassenaar bezig. Dat is gewoon realiteit. Mm-hmm. En hoe komt die verandering dan? Ja, ik denk ook dat de stad groter geworden is. Kijk naar de Bergse Plaat. De Bergse Plaat, ik denk dat heel veel mensen van buiten Bergen-op-Zoom wonen. Op mijn lust is dat ook. En ik heb zelf op de Bergse Plaat een paar jaar gewoond. Voordat ik terugvluchtte naar de stad. Maar dan had je, als je zondagsmiddags wegging, waren heel veel mensen gewoon lekker aan het wandelen. En die keken aan van, oh, daar gaat bij zijn zotte stad in. Hey, dus dat is wel wat veranderd, denk ik. Ja, oké. Okay. Maar de stad is nu groter geworden, dat is ook logisch. Nee, zeker. Ja. Zeker, zeker. Ja, nee, zeg ja, maar. Kom. Nee, ja, nee. Nee, jij bent. Nou, ik zat zo eens te denken. Jullie zijn, met de band, hebben jullie altijd bij het Zwijnshoofd gerepeteerd of niet? Ja. Wel eerlijkheid zal over zeggen dat ik niet van begin af aan bij Tonto zit. Mm-hmm. Want ik heb eerst 2 jaar bij een andere band gezeten. En die zijn in 72 begonnen met de mooie naam De Pannenlappers. Omdat het motto toen was, we zijn onder de pannen. En dat vonden wij toen eigenlijk een beetje een flauwe naam. Dus het jaar daarna heeft die naam omgeturnd in De Zakkenwassers. En dat was ook een cabaretliedje. Omdat we zelf van Die Zakkenwassers zijn. En dat vonden wij gewoon leuk. Maar die band was geen lang leven beschoren. En toen ging het via Hans Fransen, waar ik mee dartte. Die had gezegd van, goh, we hebben een klarinetist nog nodig. Bij ons de band, heb je zin bij ons te komen? En toen ben ik er tot aan toe gegaan. En dat is nu 45 jaar geleden. En dat is gewoon nog steeds, van onze band bestaan nog steeds 13 man. We zijn muzikaal misschien niet best, maar het is gewoon een hele gezellige familieclub. En dat vind ik belangrijk ook. Ook dat is vast een avond. Ja, zeker. Toch? Ja, nee, voor mij wel in ieder geval. Ja. Wat maakt voor jou dat warme gevoel waar je het er net ook over had? Nou, ik vind het mooiste dat je een moment mensen ziet waar je gewoon die geen moment naar je toe komen, een praatje mee kunnen maken. En ook geen best in drink mee kunnen praten op een goede manier. Ja. En dat er geen schroom is om naar de mensen toe te gaan. En dan gewoon de mensen elkaar op een makkelijke manier kunnen vinden. En wat ik altijd wel zeg, want ik heb ook wel eens kennis over buiten de bergen die ik kon vast een naald vieren. Ik kan zeggen, doe alsjeblieft niet. Want het is niet achter de vrouwen aan lachen. Het is niet jij gelaafloos drinken. Maar gewoon op een gezellige manier elkaar onttrekken. En je ziet ook in Bergen, soms zie je de mensen niet staan hossen. Ja, wel dweilen, maar die staan hossen en ze lopen zie je ook niet. Want vaak zeggen ze wel eens van een buitenstaander, want ik is een saai feest. Want iedereen staat in een café en die staan met elkaar te kletsen. Ja. Maar dat is juist mooi het warme gevoel van de Bergen, zoals vanavond, vind ik. Ja, ja, nee, zeker. Nou, al moet ik wel zeggen, mijn zus neemt wel zijn vriendin mee uit, volgens mij, Arnhem. En ik zelf had vrienden uit... uit Breda en ook eentje, die woont dan in Breda, maar komt uit Sittard. Mm. Ja, die komen dan ook hier naartoe. Ook trouwens nog eentje uit Dordrecht ook. die komen dan wel hier naartoe. Maar die willen wel echt het feest leren kennen. Ja, maar die zijn er ook. Ja. Tuurlijk. Je moet ook niet generaliseren. Hè? Want we hebben mee in een dwelband.
Mm-hmm. Zat ook een jongen met die kwam uit Roosendaal. Oh. In Haarlem. Ja. Maar die hebben toch omgeturnd tot een echte Bergenaar. Ja. Nee, maar natuurlijk, nee, maar mensen buiten Bergen die kunnen best wat feest begrijpen. Maar ze moeten niet hier komen van die jongens. We gaan eens eventjes de beest uit handen, want dat doen we zelf ook. Nee, ik niet meer de vanavond. Ja, op een leuke manier, maar niet op een vervelende manier. Is het dat niet gewoon inderdaad gewoon een saai feest? Nee. Nee? Want ik zie mensen een soort reunie elk jaar. Ja. Maar je ziet mensen hier met een rondlopen die alleen maar met een carnaval tegen, met vastenavond tegenkomen. Nee, ja. Ik heb zelfs een broer van mij die woont in Zeeland. En die zie ik een paar keer per jaar, maar met de vastenavond zie ik hem elke week. Oh ja, ja. Dat is een soort reunie is het. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het ook geen saai feest, want anders zou ik dit natuurlijk niet maken. Logisch natuurlijk. Maar heb je dan ook van die momenten, in ieder geval, ik heb zelf dat ook vaak, ik weet niet of dat bij jou ook sowieso Koen. Maar dat je dus inderdaad met de vastenavond spreek je Jan en alle mannen, van links naar rechts, echt iedereen is vastenavond geweest. En je zegt hoi tegen diezelfde mensen op straat, dan negeren ze je compleet. Dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt. Ik kan je vertellen, ik heb, en wat ik laat zeggen, altijd een rode pet op. En ik heb ooit, een paar jaren geleden, toen ik nog alleenstaande was, maar, en daarmee nog, heb je nog oog voor de vrouwelijke schoon. En ik was met de wassenaar aan het dweilen met een heel lief meisje. En ik kom ze week later, 2 weken later tegen, maar ik had mijn rode pet niet op. Dus ze komen niet. Dus dat kan gebeuren, ja, daar heb je wel gelijk. Maar het ligt dan aan je outfit. Hoor. Ja. Dus sindsdien heb je toen ook de rode pet gewoon buiten de vastenavond om opgezet. Nee, dat is nu niet meer nodig. Nee, okay. Nee, hoor. Ja, ik heb... is het al zover? Ja, volgens mij wel, ja? Koen. Ja. Nou, dan, we zijn er eens een keer wat eerder aan toe. Ja, dat geeft niet. Nee, zeker niet. Ik start de knop in, hoor. Vastenavond op de socials. Vastenavond op de socials, Jan. Ja, wij hebben een Facebook-account. We hebben een Instagram-account. En ja, je ziet de camera's hier al staan. Ook een YouTube-account, want we filmen dit ook. En daarom zijn we dus op YouTube te vinden. Maar dus ook op Spotify, zoals eigenlijk bij een podcast hoor. En Apple Podcast en Google Podcast. Vergeet ik nog iets? Geen idee. Deezer? Deezer weet ik eigenlijk niet. Ik ook niet. Even kijken. Dus daar zijn we op te vinden. Voordat we echt naar de socials gaan, Ruben bedanken die deze keer achter de knoppen zit van de camera's. Veilig op 15 meter afstand. Ja. Dus, maar je, camera 2, hè? Dan ben je in beeld, Ruben. Nou, goed zo. Heel goed. Dankjewel, Ruben, alvast weer. Dat je ons in ieder geval uit de brand wil helpen. De socials zelf. Koen, ja. Welke vraag hebben we deze keer gesteld? Weet je dat ik het vergeten ben? Nee. Wat we ook weer gesteld hadden. Dat meen je niet. Volgens mij was het hoe dat de ICB en de stichting meer geld zou kunnen ophalen, ja, toch? Inderdaad. Dat klopt. Ja. Nou, ja, nee, heel heb goed. Ik het goed onthouden? Heel goed, nee, zeker. We hebben een aantal reacties binnengekregen, maar ook wel veel dezelfde soort reacties eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Toch wel. Eentje wil ik het toch even uitlichten. Iemand zei coronavaccins maken. Die wilde gewoon dat als je meer geld ophaalt, dat er nu dus vaccins van worden gemaakt. Ja, op zich. Oh, die wilde op die manier. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus hoe moet je het geld besteden? Oké. Okay. Ja. Oh, ik dacht dat hij gewoon die vaccins wilde verkopen. Oh, dat kan ook nog. Dat breng nou ook veel geld op, hè? Dat denk ik ook wel, ja. 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 Er zei ook iemand die had een top idee. Die zei: nou, oh, nou gewoon Eelbergen een tikje sturen. Oh ja. He, dat iedereen het gewoon automatisch op zijn telefoon kan overmaken. Gebeurt dat nu? Nee, nog niet. Alleen ik moet wel zeggen, we hebben pas geleden van de stichting weer een mail gehad. En zelk jaar van, ben je beschikbaar? En wat ze gaan doen, weten wij zelf ook nog niet. Okay. Maar ze hebben wel gevraagd dat wij met 2 dingen actief zouden zijn. Dus ik verwacht ergens, dat ze of een brief uitzetten met verzoekmachine en dan met tikje of anders, dat de mensen het gewoon over kunnen maken. Dat zou kunnen gebeuren. En ja, die tweede zal wel zijn voor de vastenavondkamer. Ik denk wel dat ze op een andere manier proberen te schooien. Dan zullen ons niet langs de deuren sturen dit jaar. Mm-hmm. Dat lijkt me een beetje onwaarschijnlijk. Ja, maar nou, je kan misschien een pinapparaat zo aan met een stok. Op zo'n blok. Aan ja, een stok. Ja, dat kan zo kunnen. Maar pinapparaten hebben jullie al wel bij tegenwoordig? Die hebben we wel, ja. Heeft iedereen die of een aantal? Vorig jaar hebben we die allemaal gehad. Okay. Alleen, ik moet wel zeggen, want ik heb een week met veel oudere bewoners. Ja, 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 ja. Dus ik heb hem niet gebruikt voor je. Nee, oké. Okay. Want die mensen, en dat is ook wel leuk om te zien, want we bellen aan bij een huis in de flat en de deur gaat open. Oh, gementig. En ze gaan naar het kastje in de gang. Ze doen een kleedje omhoog en er ligt dan €5 onder. Want ze hebben de brief gehad van ons. En ze weten, oh, dan kun ik van een DCB komen met zijn vrouw. En dan krijg je iemand en dan ligt daar gewoon klaar.
Bij mij hing er altijd, ook, altijd een briefje aan de koelkast. Maar het heb er al een paar jaar gewoon, is het blijven hangen. Ja. Omdat er is niemand langs is geweest. Oh, dan zou ik eens langs komen. Ja, nee, dat, zeker doen, zeker doen. Ja. Nou, ik heb wel eens gehad dat ze inderdaad de brief, en daar heb ik netjes geld weggelegd. Alleen dan was dat op een of andere manier verdwenen. Ik weet het ook niet. Horeca of zo. En dan kwamen ze langs en dan had ik geen cash meer. En dan, shit, weet je wel. Ja, en dat is nu ondervallen met die pin. Met de pin. Dat klopt. Was ik daar heel erg blij mee, inderdaad. Als jij langs de deur gaat, Jan. Ja. Heel belangrijk om te weten. Heb je dan je rode petje op? Nee. Misschien wel doen, hè? Ik zou je vertellen. Er zijn ICB'ers die gaan bijna in volle naad met boerenkiel en rooi gaan ze langs. Nou, ik vind dat niet. Nee, ik doe dat nooit. Nee, okay. We hebben wel onze legitimatie bewezen. In de binnenzak zit dat nodig is. Maar ik heb gewoon, nee. Ik vind mijn rode pet, hoe lullig het ook klinkt, is voor de vaste naam zelf. Ja. En als ik muziek maak, die hoort echt bij mijn muziek. Legitimatie als in de zin van, ik ben van de ICB of gewoon je echte eigen legitimatie? Nee, de legitimatie van de stichting. Oké, okay. Okay. Dus, en dat kun je gewoon als nodig laten zien. Maar in de 33 jaar dat ik gelopen heb ze het nog nooit gevraagd. Nee, hoor. Ik kreeg persoonlijk ook nog een berichtje, Joris. Tof. En die gaf eigenlijk een idee. En hij zei er ook bij, weet je, als we dit nou doen, dan hoeft er niet meer opgehaald te worden. Die stuurde meer vrouwen bij de stichting. Want vrouwen zijn beter in het organiseren, ordenen en structuur dan mannen. Ze zijn detailgericht. Ze zijn goed in het zich voorbereiden en in het maken van een planning. Vrouwen zijn van nature zuinig. Ze kunnen heel goed budgetteren. Ze sparen meer en ze dragen meer zorg over hun geld. En wat, er staat ook bij als bron vast en zeker een vrouw. Dat is een idee, Koen. Ja, daarom. Nou, heel goed. Ja. Verder stuurt Niels nog dat hij wenst anoniem te blijven. Wat was de achternaam ook alweer? Je wou het zeggen, ja, je wou het zeggen, inderdaad. En ik kreeg er nog eentje binnen, maar die zal ik wel na de aflevering vertellen. Maar dan laten we de microfoon aanstaan. Dat zie ik Jan ook niet doen. Dus, en nog een andere tip kregen we binnen. Online donaties. Dus gewoon dat de mensen, denk ik, nou, misschien via een tikkie inderdaad, of via de site van de stichting zelf nog kunnen zeggen. Dat zou misschien in de toekomst kunnen gebeuren. Maar... automatische incasso's, dat soort zaken. Nou, ik moet wel zeggen dat... dat is een beetje lastig, want de ICB, de adressen zijn op de adres genoteerd. Wij krijgen een map met de straten erin. En elke huisnummer heeft zijn adres en een bedrag. Dus als je gaat verhuizen, wij zoeken bij jou. En dat is gewoon lastig. Je hebt gewoon je vaste lijn op elke. Van het jaar is er iemand die verhuist in mijn week. Dat weet ik toevallig. En die gaf €20. Nou, jammer. Misschien zit er volgend jaar iemand die niks geeft. Ja. Dat kan. Maar dan kunnen ze van de stichting niet registreren. Dus dat is een beetje lastig. Alleen ze zullen wel in de toekomst wel kunnen veranderen. We zien ook met die pinautomaten. Want jaren geleden was dat helemaal uit de boze. Toen zijn ze 2 jaar geleden begonnen met een paar weken. Als proef. En vorig jaar hebben we er allemaal eentje gehad. Ja. Dus dat evolueert er gewoon. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Maar ik vind zelf nog steeds de charme. Is echt een onze stappen. En waarom? Je hebt dan gewoon contact met de mensen. En daar heb je ook gewoon. Je komt al zoveel jaar in dezelfde week. Dus er zijn mensen die gewoon blij dat ze je zien. Ja, krijg je ook koffie aangeboden en dat soort zaken? Nou, plakje cake? Niet bij elk adres. Maar er zijn adressen bij. Ik heb ooit een keer een adres gehad. En die meneer had wel een beetje verkeerde ideeën op politiek front. Mm-hmm. Maar die haalde mij naar mijn schoonmaat binnen. En we kregen voor 5 gulden was het toen nog. Kregen als we een biertje dronken. Is goed. Het biertje was op. Hij zei, moet er nog een pilsje. Is goed, weer 5 gulden. Ze zijn tot 50 gulden hebben we daar gezeten. Alleen, wij kwamen buiten en we schamen zijn dood omdat die man allemaal uitkraamde op politiek gebied. Oh ja, ja. Maar we hadden wel 50 gulden opgehaald. Ja. Dus dat wel. En er zijn ook adressen waar je, kom binnen mannen, de koffie staat klaar. Dus dat gebeurt inderdaad wel. Dus, dus je hebt gewoon vaste adressen. Ja. En dat is ook wel leuk, want ik heb ooit, en misschien ook een lang toe mag vertellen. Ja, tuurlijk. Ja? Zeker. Nee, dat er ooit een adres in de Wierlaan. Dat was een oude echtpaar. Mm-hmm. En die vrouw deelde het open. Dat was een heel lief mens. En ze waren actief bij MOK. En dat wisten we. En dan dacht ik, hey vrouwke, hoe is het dit en dat? Een jaar, ik bel aan. En doet de man open. Ik zeg, hey, waar is dat leuke vrouwke voor jou? Ja, die zit op de bank met de benen in het gips. Dus wij naar binnen. Wij gingen toch elke keer naar binnen. Want we wisten wel, want de deur ging open. En we lieten die man staan, de vrouwke staan. Wij zaten in de woonkamer. Maar omdat je dan gewoon kind in huis bent. Ja. Maar dus wij naar de woonkamer in. En dan zat die vrouw met de benen op de bank. Goh, wat had er gedaan, vrouwke? En die had van, oh, ze was gevallen en dit en dat. Dus oh, het is zonde.
Nou, en s'avonds ben je gewoon weg. Een jaar later kom weer terug. Dus zei je open. Het eerste wat je zegt, hoe is het met de BN? God, dacht je dan nog wet? Ik zie, ja, natuurlijk weten we dat. Zo'n mooie meid als jou vergeten we toch niet? Maar de gevolgen zal dubbele creëren. Oh, kijk. Ja, dat gebeurt ook. Dus. Dus toen ben ik ook bij het volgende huis aangebeld. Hoe is het met uw been? Nee. Oh. Nee, Koeman Niel, de flat was altijd. Hij kan het proberen, ja. Nou, wij blijven wel netjes altijd als je been. En wij zullen ook nooit zeggen dat ze meer gegeven hebben dan ze gedaan hebben. Dat kan ook niet natuurlijk. Nee. En als iemand zeg maar €2 geeft, wat prima is. Dan gaan we niet zeggen, ja, vorig jaar gaf je €5. Dat kun je niet maken. Nee, op die manier. Nee, zeker niet. Nee. Jan, we hebben hier nog wat te drinken liggen. We hebben cola. Als je nog een koffie wil, dan moeten we even onze... Nee, geef maar een cola. We hebben ook een biertje als je dat lekker vindt. Nee, geef maar cola. Colaatje. Man. Dan pak ik even wat fris. En dan zijn we door de socials heen volgens mij, Koen. Yes. Vastenavond op de socials. Toch even, jij hebt verstand van muziek, Jan. Ja, natuurlijk, hè? Ja. Welke vond je nou het beste klinken? De Vastenavond of de op de socials in de jingle net? Moet ik nou objectief zijn? Nee, goed, ik vind het geweldig. Ja, oh nou, tuurlijk, allebei? Ik vind het geweldig. Gelukkig. Wil je ook nog wat drinken, Koen? Nou, lekker. Wat wil je hebben? Pilsje. Ja, vakantie. Ga je wel. Ja, jij hebt vakantie. Dan weten ze nou wanneer we dit ongeveer opgenomen hebben natuurlijk. Nee, hoeft niet. Oh, nee. Ik heb gewoon altijd vakantie. Oh nee. Even kijken, hè. Jan, we hebben het al een aantal keer over ICB gehad. We weten aan geld ophalen. Maar wat is nou precies de ICB? Waar staat het voor? De ICB die staat voor Incasso Burgerij. Incasso Burgerij. Ja, daar bestaat het voor. En dat is eigenlijk... Ik dacht in de jaren 60, eind jaren 50 is opgericht. Mm-hmm. En een van de eerste boeren van de 16 die mee bezig was, boer Krielen. Was dat? Heb ik zelf nooit gekend hoor. Mm-hmm. Maar ik ben zelf via Wim Verkempen, die later ICB-boer, ben ik erbij gehaald. En die heeft jaren mij opgeroepen van, Jan, Schooi is wat voor jou. Want hij zei, jij kan lekker lullen. Of dat is, weet ik niet meer. En hij zei, we kunnen jou gebruiken. Toen was de wachtlijst. Hij zei, ja, maar jij komt bovenaan. Maar toen had ik mijn studie afgerond. En ik had altijd, ik was inmiddels wel meer, over dan 30. Dus ik bel bij Wim aan, is die wachtlijn? En zei, nee, jij gaat nou mee. Dus ik ben, zo ben ik erbij gekomen. Okay. En tegenwoordig is het vrij makkelijk, want tegenwoordig hebben ze, gewoon ICB is tekort. En elke keer wordt gevraagd van, er zijn nog mensen die bij willen komen. En dat komt onder andere omdat onze stad natuurlijk iets groter wordt. Mm-hmm. En de mensen, ja, ze willen ook niet allemaal meer aantal avonden op stappen. Want het is niet altijd leuk. Want je gaat ook door de regen. Dus we hebben ook al zo de sneeuwstorm dat we gehad hebben. Ja, en die gaat toch maar schooien. Tussen de mensen en zeggen wel eens van die mannen van financieel van de boeren. Nou ja, die zitten er geen centen te tellen, maar wij moeten het verder. Vieze werk doen, zeggen we wel eens. Ja, en wij als ICB'ers zijn ook niet altijd. Ja, die ICB'ers, zeg ik, want als je een feest aan van ons, dan wordt er wel eens geplaagd. Op een, ik zal het netjes zeggen, geplaagd met de mannen van de stichting. Mm-hmm. Omdat wij zeggen, wij doen het vuile werk en jullie mogen de centen in. Maar, en dus, oh, wij zijn wel tegenwoordig wat netter dan vroeger, want vroeger was het helemaal erg. Want toen hadden we een feest op Roosnoord. En nou, dat waren echt bijna baganalen waren dat. mag je bij slecht weer wel gewoon zeggen van, nou, vanavond sla ik over, ik doe die wijk morgen? Nou, natuurlijk kan dat. Want je hebt gewoon je wijk te lopen. Mm-hmm. En dan had ik mijn eigen wijk pak. Ik heb 420 adressen. En ik moet gewoon zorgen dat ik al die adressen gedaan heb. En ik, meestal is het wel zo dat ik dan met mijn schooimaat afspreek. Van nou, we beginnen de vrijdagmiddag pakken we. Of de zaterdagmorgen. Want ik heb een wijk met veel oudere mensen. Wat ik straks al zei. Mm-hmm. En ja, die gaan dus na 5:30, 6:00 in de winter gaan ze niet open doen. Dus dan moet je gewoon een paar uur weer stoppen met werken. En dan ga je om 4:30 ga je schooien. Je hebt het hele tijd, oh sorry, Koen, maar je hebt het hele tijd over schooien. Ja. Is dat het enige wat je als ICB'er doet? Of wat houdt je job in, zeg maar? Nou, ICB'er is zo van, wat we net zeiden, wij beginnen met het uitreiken van de Vastenavond. Sorry, de schooibrief. Ja. Die geven we af. Dan gaan we het schooien, want dat is onze hoofdtaak. En daarna, wat wij nog doen, is geen moment. De Vastenavondkrant in Bussen Douwe. En dan zijn er nog een aantal ICB'ers, waar ik zelf dan gelukkig nooit aan meegedaan heb, maar wel mooie wijken. Zo. Maar die lopen met de schooiwagen mee, met de intocht en de optocht. Oh ja. Er zijn ook mensen van de ICB. Je zit niet bij de stichting, hè, als je bij de ICB Nee, we zijn geen lid van de stichting. En op zich is dat ook prima, want ik zou liever niet bij de stichting zitten, met alle respect ervoor. Maar ik denk dat gewoon in het welbent, dat je meer vrijheid hebt dan in de stichting. Ja. Jij zei net, hè, ook door een sneeuwstorm gaan we zelfs heen.
Ja. Levert dat nou nog meer op ook, of niet? Nou, ja, ik heb een nachtelijk dak in een flat woon, mijn galerijen. Maar, oh, ja. Maar er zijn wel adressen als de regen of qua weer is. Al kul, en dan geven ze wel eens wat meer, ja, dat klopt. Ja, dus ik kan wel schelen. Geef je dan ook wel eens een fooi? Gewoon echt speciaal voor jou? Nou, ik heb van het jaar eentje gehad, die woon, ja, extra omdat ik een jubileum had. Ik zei, dat hoeft niet, maar ik zei, geef dan maar een borreltje. Maar, dan wij dan een bak koffie, maar dat is ook niet erg. Ook lekker natuurlijk. Ja, dat is ook niet erg. Nee, zeker niet. Ja. Maar nee, maar voor je, nee, want alles wat we krijgen is nu, gaat de pot in. Hè? Ja. En dan wordt ook geteld en dan wordt het afgegeven. Jou niet wel eens stiekem iets in je eigen broek? Nee, joh, dat kun je niet maken. Nee, dat denk je nog niet bijna. Nee, nee. Nee. Je had het net ook over ouderen, dat je daar veel langs gaat. Ja, is dat het... de volgende week waar ik aan loop. Zijn het wel bijvoorbeeld ouderen die vaak ook meer geven dan zeg maar jongeren 20, nee, 30 jaar? Nee, nee, nee. Ik denk dat waar ik loop, en dat is eigenlijk in Garendonk-West, Pleiadelaan en Wierlaan. En de ouderen, ja, die geven gewoon netjes. En ik zal alles wat ze geven is mooi meegenomen. Maar als je bijvoorbeeld in een rijke wijk loopt, een mijl of zo, ja, dan heb je hier met een adres van 20, 25 euro. Ja. En als wij gemiddeld 2,5 euro in onze wijk, dan is prima. Oké. Okay. En ik heb ook zoiets van, jongens, maakt niet uit wat ze geven, als ze maar wat geven. Ja. Maar je zegt gemiddeld 2,50 euro in is jouw nog wijk. Is nog veel. Ja? Oké, okay, want ik zelf geef dus altijd 11 of 22 ja, euro, zeg maar. Dus. Maar onze wijk is ook best wel allochtone mensen. Oké. Okay. En die mensen moet je gewoon respecteren. Ja, tuurlijk. Ja, en er zijn erbij, want mijn huidige schoonmaat, en dat is wel leuk, die heeft die haar als puntspeelzaal gewerkt, dat we een keer bij een adres kwamen met allochtone bewoners. En die kinderen die konden haar van, hé, hey, die juffrouw dit en dat. En toen eerst kregen we geld. En sindsdien krijg je elke jaar bij dat adres krijgen we. Kijk. Ja. En dan kan als ik er 50 cent zijn, maar dat maakt niet uit. Het gaat gewoon te tegen het gebaar. Ja, tuurlijk. Ja. Zijn er inderdaad ook mensen met een allochtone achtergrond die inderdaad ook gewoon het feest een warm hart toedragen, zeg maar? Dat je dat ook ziet bij het schooien? Nou, wat je merkt is gewoon mensen met jonge kinderen hebben. Mm-hmm. Nou, op scholen maken ze natuurlijk een geval ook mee. Dat was een hout. Dan hebben ze optocht en dat merk je er wel aan de mensen. Alleen ik zeg wel, als het, ja, iedereen moet respecteren en ze geloven. En, ja, als mensen zeggen, jongens, ik geef er niks aan. Dat is ook met Nederlanders. Hè. Iemand zegt van, ik geef niks om dat feest. Prima, even goede vrienden. Je kunt niemand brengen natuurlijk. Alleen wij proberen wel eens zo netjes te praten. Dat het toch misschien wel eens wel uitkomt. Je moet wel een salesman zijn dan, of niet? Ja, maar dat gaat vanzelf. Ja, oké. Okay. Nee, ja. Nou zit ik even te twijfelen of jij die vraag nou de vijfde vraag al gesteld had. De laatste? De derde. De derde vraag. Nee, nog niet. Maar nee. Daar wou ik dadelijk eigenlijk aan toekomen. Maar je mag... Oké, nee, dan stel ik hem nog niet. Wat ben jij makkelijk. Nou, ik heb het in de water. Ik zat heel even te denken. Misschien dat we even 34 jaar terug in de tijd gaan, Koen. Ja? Ja, want 34 jaar geleden vertelde je net dat je bent begonnen met de ICB. Ja, dat klopt. Waarom? Waarom? Omdat ik al een paar keer met Wim Bekemper gesproken was buurman van mij. Dat was een oude ICB-boer. En dat was een geweldig man. Was dat. Mm-hmm. Dat was ook iemand... Die, 80 was, kwam hij naar de ICB-avond. En dan gingen alle ICB'ers bijna ons de beurt even buurten bij hem. Maar die man die wist van iedereen alles. En die was gewoon een soort vader van al die ICB'ers. Mm-hmm. En die man was dus mijn buurman. En die had toch gevraagd van, Jan, wanneer heb je een keer tijd om het schooien? Ja. En toen had ik gegeven moment van, nou, dat lijkt me nou wel iets. En dus ik had toch al jaren eigenlijk wel de intentie om het te gaan doen. Ja. Maar op een gegeven moment had ik iets van, ja, nu wordt. En toen kwam het mooiste Kerkenwijk waar ik maar één jaar zou lopen. Want die week die werd overgeheveld naar nieuwe mensen. En dat was met Harry Reinders in de wijk toegelopen. En toen zei hij wel gelijk van volgend jaar krijg je nu een week voor jezelf. En dan moet je nu een maat zoeken. En toen ben ik de week gelopen waar ik nu nog steeds loop. Maar je hebt het dus gedaan omdat iemand je vroeg. Maar waarom doe je het, zeg maar? Snap je? Ja, omdat het, ik denk, ja, iedereen die bouwt, een bouwclub. Ik maak dan ook muziek. Maar ik vind dat ICB hoort ook bij de Vassenaar, vind ik. Het is ook een onderdeel ervan. En als je hem op zo'n manier ook kan helpen en met een gegeven moment financiën en zo. Daar doe je het voor. En ik denk, en het is ook gezellig om te doen. Oké. Okay. Je moet wel een goede schoolbad hebben, hoor. Hoe kies je die zelf uit? Of hoe werkt dat? Nou, vind je elkaar? Of word je toegevoegd aan iemand? Of? Nou, het eerste jaar werk, want net zei ik, ben iemand toegevoegd. Mm-hmm. Toen het jaar daarna kreeg ik mijn eigen werk. Toen heb ik iemand gezocht van mijn kenniskring. En die is gaan schooien bij mij. Mm-hmm. Die heeft toen 11 jaar gezegd van, oh, nou is prima, ik stop nu. Dat kan. Mm-hmm. Toen heb ik iemand anders, maar die zat in een andere week, maar die had wat problemen aan een andere maat van hem. Toen is hij naar mij gekomen. En het mooiste was, dat was een heel aardige jongen. Maar 13 jaar geleden, of bijna 14 jaar geleden, werd mijn zoon geboren.
in de vastenavondperiode. Dus ik zei, ja, met schooien, wat moet ik? Want ik kan waarschijnlijk niet elke naap mee met jullie. Toen heb ik met een derde erbij gezocht. Het gevolg was wel dat ik altijd aanwezig was en die andere jongens niet. Maar dat maakt niet uit. En toen is die andere jongens gebleven bij mij. Totdat hij last van zijn voet kreeg. En ja, toen had ik meer geen schoormaat. En nu heb ik al een jaar of 8, 9 geleden voor het eerst een vrolijke schoormaat. En ik moet zeggen, nou, dat is prima. Daar ben ik hartstikke goed. Ja, die zijn geordener en... hè? Ook dat, net ja, wat net al Koen zei. Ja. Nee, maar ik zeg gewoon, ja, je moet gewoon iemand hebben en zelf uit kunnen zoeken waar je echt mee samen kunt werken. Je moet afspraken kunnen maken en ook gewoon een bepaald rollenspel heb je met z'n tweeën. En dat is gewoon leuk. Is er haat en nijd tussen ICB'ers onderling? Nee hoor, nee. Een soort strijd bedoel je? Ja, precies. Ja. Je hoort wel eens heel toen je aanvankelijk met afrekenen van, nou, we hebben 2000 euro opgehaald. Of we hebben zoveel opgehaald. En dan kom ik heel triomfantelijk. Nou, we hadden 1900 euro. Zo weinig. Ja. Maar het is gewoon ook de weken waar je mag net zijn. Ja, ja. Maar nee hoor, die CB's onder elkaar. De meeste hun, die kunnen hartstikke goed met elkaar over. Okay. Weet je nog hoeveel, wel een leuk weetje, weet je hoeveel er vorig jaar nog opgehaald is? Ik dacht, 78.000 dacht ik. Oh, net niet. Nee? 79.777 en 77 cent. Ja, maar ja, ronden we toch af naar boven. Oh, oké. Okay. Okay. Maar ja, we hebben naar beneden afgerond. Maar weet je, Geert, als er in Bergen zo'n wordt, hoeveel opgehaald? Hè? Nou, iets anders, maar Roosendaal is een grotere stad. Hè? Ja. Nou, toevallig de penningmeester van de Stichting Carnaval Roosendaal is een collega van mij geweest. Weet je hoeveel ze daar ophalen? 40.000? Op 2 jaar, 3 jaar geleden 17.000. Oh. Dus dan Bergen zo doen we nog niet zo slecht eigenlijk. Nee, in die zin niet. Nee, zeker niet. Nog een quizvraagje. Leuk. Oh. Of had je dat net al gezegd, Koen? Wat er in 2012 was opgehaald? 2012. Had je dat gezegd, Koen? Nee, hè? Nee, heb ik niet gezegd. Nee, want dat stond dus inderdaad, heb ik vandaag nog gelezen op de site van de stichting. Dat stond op de ICB-pagina. Ervan. Ja, dat moet ik nog zeggen. 2012? 69.000. Nee. Ja. 80.000, 111 euro. Daar zijn we achteruit gegaan, joh. Ja, misschien dat het er wel stond, omdat dat een piekjaar was. Dat kan. Ja, dat kan. Ik denk dat het ook nog kunnen. Ja. Alles moet harder gaan werken, hè? Ja, precies. Daarom. Ik vind die vraag van jou die je net wilde stellen nu wel een goede. Ja, is het nou wel? Ja, ik wil niet te bazig doen, maar... Oké. Nee, geeft nou voor jou dat ICB'er zijn, dat schooien, geeft dat nou voor jou een extra dimensie aan het feest? Ja, op alle manier wel. En waarom? Op een gegeven moment... ja, het is net wat ik net zei, je draagt toch een bepaald steentje bij aan het feest. En door het schooien zelf, want je begint meestal al voor het neuzenballen. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk al bezig met de vastenavond. En die, wat ik al aangaf, wij zijn niet verkleed, niet ongekleed, wij lopen gewoon. En ons burger het goed, zeg maar. Maar toch, je bent al met de vastenavond gebeuren bezig. En daardoor leef je toch naar het feest toe. En ik vind het gewoon ook, nou, ik vind het gewoon heel bijhoren. En zolang ik het kan doen, want inmiddels, ja, ik ga niet zeggen hoe oud ik ben, maar ik ben al best wel wat ouder. Maar ik zeg maar, een aantal jaar dat ik dat kan doen, blijf ik dat graag doen. Omdat het gewoon ook leuk is. En ik kom ook mee onder het contact met de mensen die je hebt. Omdat je in dezelfde wijk loopt. Dus je ziet een heel hoop bekenden ook elke keer. Ja. Dus dat speelt ook wel mee, hoor. Kom je die mensen vervolgens... Het zijn natuurlijk vooral ouderen. Kom je die nou nog met de vastenavond zelf ook nog tegen in de stad? Nee, soms wel. Maar wat je wel hoort, en dat is wel eens jammer. Want je hoort qua klachten over de stichting. En ook over de uitzending van de optocht. Want dan krijg je allemaal mee, hè. En toch dat er niet rechtstreeks uitgezonden wordt. Mm-hmm. Dan wordt de schuifdeur voor de ouderen. Dat is dan gewoon de schuifdeur geworden eigenlijk. Want er zitten meer jonge mensen binnen dan oudere mensen. Dan krijg je ook terecht klachten over. Maar die klachten krijg jij te horen. Maar ja, Omdat ze denken misschien dat je dus bij de stichting hoort. Of? Nou, dat wordt altijd door ons wel ontzettend. Want wij zijn geen lid van de stichting. Nee, want er zijn er misschien wel iets bezig dat ze wel willen zeggen. Maar je moet gewoon heel duidelijker zijn. Maar wij geven die opmerkingen geven wel door. En dat is ook terecht natuurlijk. En heb je ook het gevoel dat er wel eens wat mee gedaan wordt? Dat is lastig. ik ken uit de oude muziekvergaderingen. Ja. En ik weet niet of jij wel eens regelmatig bij een muziekvergadering bent geweest. Nee, daar hebben ze altijd de term, we nemen het mee. Ja. Oh, ja. Dus nee, dankjewel. Nou, ik moet wel zeggen, Koen, dat was er bij van de stichting over een half de commissie financieel wel gedaan hebben. Een aantal ICB'ers uitnodigen. In meestal oktober, november. En dan van jongens spuien ze een aantal ideeën. Okay. En er zijn wel zaken die meer gebeurd zijn. Mm-hmm. Maar die punten die ik net aanhaalde, dan niet. Hè.
En ik vind het nog steeds echt wel jammer. Ik denk van zo'n schuifdeur. Ik vind dat jongens, nee, ik moet daarvoor wel ouder zijn. En ik weet vroeger, want ik heb vroeger in een orkest gezeten, meeblieven en zo. Mm-hmm. Nou, er waren mensen van 80, 90 jaar die op het podium stonden. En dat was kwalitatief misschien niet zo goed. Maar het was gewoon, ja, dat raakte gewoon. Dat was ook vast een avond. Ik denk al, want als een man van 80, 90 jaar staat te zingen daar zo. Met een beetje een schorre stem. Maar het komt uit de diep van zijn hart. Maar dat is toch geweldig. Ja. En dan komen nu staan er in met mensen met, die hartstikke goed zijn artiesten. Hè? Maar het is toch een heel ander genre, vind ik. Mm-hmm. En dat vind ik wel eens jammer. Ja. Maakt dat misschien, ja, dan gaan we even over de schuifdeuren verder. Ja, maar, dat maakt niet. Maar doen ze dat misschien niet met een reden om de wat jongere mensen juist wat meer aan te spreken toch weer? Ja, dan zou je beter zeggen, maar dat weet ik niet. Nee, oké. Okay. Nee, dat niet. Oh, je zit niet bij de stichting? Nee, gaf je. Ik zou niet durven, dan krijg je ruzie met mijn vrouw. Nee hoor. Als je aan het schooien bent of de krant aan het rondbrengen bent, wat maakt het dan soms ook wel minder leuk? Nou, met schooien valt mee, omdat wij op een galerij lopen. Maar mijn collega's die dus langs de deuren lopen, tuintjes en zo, dat kan een beetje slechter weer mee vervelend zijn. Alleen met schooien, en ja, even wel snel krant rondbrengen, dan lopen we wel buiten. En dat kan, ja, maar minder leuk. Ik kan niet zeggen dat iets minder leuk is. Nee, en vooral, ik heb vroeger wel eens een schooimaat gehad. Die mij om 3:30 belde van, ik ging even weg op het werk. We gaan nu schooien en belde je op van, ik kan vandaag niet. Dat is dan minder. Ja. Maar als ik nu heb ik een schooimaat en ik zeg van, zo laat zijn we er. En dan zijn we er zo laat. Dus ik denk, nee, het is gewoon, ik vind altijd nog feestjes groot, veel gezegd, maar het is nog steeds leuk om te doen. Dus, vervelende ervaringen ook geweest? Ja, we hebben eens een keer iemand gehad die ons wegvloekte. Okay. Maar ik denk, ja, aan de andere kant van, ik maak me daar niet zo druk over. En gelukkig met mijn maat ook niet. Nee, ja, gelukkig niet, nee. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee, inderdaad. Jij zei net al dat er toch, dat er eigenlijk nog steeds meer, dat er nog steeds ICB's nodig zijn. Ja. Blijft dat ook nog steeds een probleem wel, dat er echt lastig aan ICB's te komen is? Ja, ook dat is natuurlijk ook een interne vraag van de Stichting Commissie Financieel. Ja, maar wij merken wel van, toen ik begonnen ben, toen waren we met 60, 70 ICB'ers. Nu zijn er geloof ik bijna 150, 160. Dus dat aantal is behoorlijk goed en groeit nog steeds aan het jaar. Maar het is nog niet zo dat ze tegen jou hebben gezegd, je moet dat stukje wijk er ook bij pakken. Ja, we hebben toevallig het jaar een stuk bijgekregen. Okay. En dat was ook wel een lachbal bij onze wijk in de buurt. Maar we hebben toch een straat of 4 bijgekregen. Het is niet dat je ineens naar Tuinweek moest rijden. Nou nee, dat ga je niet doen. Maar alleen het was wel leuk, want we hadden één adres met ook een bekende Bergenaar. Die zijn namelijk dan belangrijk voor de gemeente. Maar toen kwamen we daar binnen en hebben daar gewoon een tijd binnen gezeten. En dat was weer gezellig, een nieuwe klant erbij. Het klinkt alsof je meer zit te borrelen en koffie zit te leuten dan geld zit op te halen, Jan. Dat moet je niet thuis vertellen. Nee hoor, maar ik vind de sociale hoort er gewoon bij. Ja. Ik vind het wel heel belangrijk. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik weet niet, want als je dat niet doet. En er zijn het misschien ook wel iets bezig, gewoon heel stug en zakelijk rondlopen, maar dat kan ik niet. Dat is ook je karakter, denk ik. Ja. Wat, je doet het vrijwillig, toch? Ja. Wat krijg je er dan wel voor terug? Nou, we hebben dan, je krijgt wel wat hoor. We krijgen dan het veldteken uiteraard, krijgen we elk jaar gratis. Dan krijgen we ook onze ID-kaart, identiteitskaart. Zo gelijk een paspoort toe. Voor neuzenbal, sluiting, okay. Het festival. Dan krijg je ook, kun je gratis naar binnen. En dan heb je nog een ICB-avond. En dan ICB-avond is dan een feest waar het geldbedrag bekendgemaakt wordt. Sinds een jaar of 2, 3 zijn we samen met de uitreiking van de Geverduel doen ze dat. En dat is dan het laatste jaar in de Rijberg, maar dan komen al ICB'ers en zijn we al hapjes, een paar consumptiebonnen. En dan is het afsluiting van het seizoen eigenlijk. En ik moet wel zeggen dat vroeger was dat Roos Nooit, wat ik net zei. Mm-hmm. Ja, en dan waren we de oude ICB'ers, gouden jaren. Want dan werden we opgehaald op de grote markt met de Perse dubbeldekker. En dan waren twee groepen naar Roos Nooit gebracht. En dan 11:30 hebben we teruggebracht naar de stad. Ja, dat was gewoon geweldig. En dan ging daar verder naar de Bolstrabal. Chefkesbal was door de markt. Dat was al maandag was dat. Ja, dat waren echt hele mooie avonden. Terwijl tegenwoordig, want we doen nu op donderdagavond. Ja, er is even de rest niks meer te doen. Maar op die maandagavond is er ook voor de rest niks meer. Nee, dus, nee hoor. Nee, klopt, je gelijk. Ja. De maandag voor de vastenavond. Ja, nee, zeker. Ja. Maar vroeger was het wel zo. En dat was echt, dan de andere dag je gewoon vrij. Ja. Niet werken dan. Maar even voor de dwelbent van Koen. Want die gaan iets organiseren op die donderdag, denk ik. Zijn jullie gewoon om 11:30 weer terug? Ja,
als ik weet dat leuk hoor, Koen, dan... Gaan wij dan iets organiseren? We gaan meer eens mijn bij deze, jongens. Ik probeer gewoon iets te pushen naar jullie nu. Nee. Bij deze. Maar dan moet je wel weten of ze om 11:30 weer terug op de markt zijn. Ik feest ze toch dicht, dus... Ja. Nee. Dat is waar, Koen. Ik heb wel eens het er is geen bal willen organiseren. Er is geen bal. Ook heel erg leuk, inderdaad. Ik vertelde net dat er bij mij dus eigenlijk bij dat ik iedere keer de ICB's misloop. Ja. Heb jij nog nooit betaald, Koen? Nee, nou, jawel. Ik heb er wel zo heel af en toe, dan kom ik ze ineens wel eens toch tegen. En wat ik vaak wel altijd doe, is dan dus dat briefje van 5 of van 10. Mm-hmm. Dat ik dan toch wel op de schooiwagen gooi. Ja, op die manier. Ja. Maar Koen, ben je wel eens thuis? Het zou kunnen, zou ze vandaag kunnen komen, Jan, want dan heb ik een probleem. Nee, maar ik ben dus niet de enige. Nou, dan woont hij bij mij in de buurt, dus misschien ja, dat het ermee te maken heeft. Maar er is nog iemand die daar ook last van heeft. Wie dan? Ja, wie denk jij? Nou, ik denk dat het de jongen is die je misschien wel kan kennen van altijd zijn blije gezicht als hij weer met de vastenavond in het café staat. Precies, die ja. Die ja. Het is weer onze echte Ian. Ian. Vandaag hebben Joris en Koen Jan de Nijs over de vloer, een ICB'er. De ICB, de Incasso-commissie Burgerij. Naast dat ICB'ers de weken voor de vastenavond de deuren langs gaan om geld op te halen, brengen ze ook nog de vastenavondkrant rond. En dat allemaal vrijwillig. Daar heb ik bewondering voor. Ik kan me voorstellen dat niet altijd een pretje is om in de wintermaanden door weer en wind de deuren langs te gaan. Ik weet niet hoe vaak er niet wordt opengedaan en dat er nee wordt gezegd. En ik snap dat mensen nee zeggen. Niet iedere Bergenaar viert vastenavond. Ook heeft niet iedereen evenveel geld. En ik kan me voorstellen dat je dat kleine beetje wat je overhoudt liever uitgeeft aan een paar pilsjes. In plaats van doneren wat uiteindelijk dan in de grote pot gaat. Bij mij hebben ze het ook meegemaakt. In 2020 heb ik niemand aan de deur gehad. Misschien was het niet thuis of de bel niet gehoord. Maar bij mij mogen ze komen schooien hoor. Ik betaal graag voor mijn favoriete feest. Toch heb ik de afgelopen jaren ook nee gezegd als ik een ICB'er aan de deur had. Dan stond ik daar. Ja, sorry, ik wil wel geven, maar ik heb helemaal geen contant geld in huis. Weet je wat, ik gooi wat extra in de schooiwagen als ik bij de intocht sta te kijken. Ik begreep dat je tegenwoordig al wel kan pinnen aan de deur. En ja, dat vind ik een mooie vooruitgang. Wat toch blijft, ook al kan je pinnen aan de deur, is dat je alleen op bepaalde momenten kan doneren. Wat niet kan, ik kan niet vinden hoe, in ieder geval, is dat je op een zelf gekozen moment doneert. Bijvoorbeeld dat je zelf kan overmaken. Of een jaarlijkse automatische incasso in kan stellen. De 21ste eeuw moet er toch best in te regelen zijn, denk ik nog. Zelf ben ik sinds een paar jaar lid van een teerclub. Niet dat ik die per se nodig heb om te sparen. Maar het is leuk om op een avond een hoop bonnen te krijgen en een gezellig avondje te hebben met de teerclub. Ik ben ook pas lid geworden nadat de manier van incasseren is veranderd van wekelijks ophalen naar automatische incasso. Toch een stuk makkelijker. Dus, wie weet, wat extra digitale mogelijkheden om te toneren. Misschien leeft het zelfs nog meer op. Uiteraard wil ik de ICB'ers niet hun gewaardeerde werk afnemen. Ik weet ook niet of ze begin 2021 weer op pad gaan. Corona en dat er geen vastenavond is dit jaar maakt dat misschien toch minder wenselijk. Maar als er mogelijkheden zijn om dit jaar te doneren, doe ik het graag. Ik hoop dat alle krabben die de vastenavond lief hebben dit jaar ook dat doen. Mits de coronacrisis je portemonnee natuurlijk niet te hard heeft geraakt. En dan maken we zo samen de vastenavond 2022 nog mooier dan het al is. Nou, wat denk je, Jan? Dit zijn mooie woorden. Heel mooi. En een aantal dingen die we aangegeven hebben, dat ook wel klopt. Ja, ja, nee, zeker. Alleen, ik vond één ding wel wat mij opviel. Ik zat te luisteren. Ja. En dat moest ik ineens aan iets denken en een voorval ook meegemaakt. Wat eigenlijk heel apart was. Ik werk bij de gemeente. En ik had nooit een mevrouw. En die kwam bij de arm. En die kon mij. En die zei van, goh, zie, ik heb geen geld op zak. Die had geen met een moeilijke periode. En ik geef altijd, geef ik 5 gulden en ik heb nog maar 50 cent. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb zeg maar een kwitantie voor 5 gulden gegeven. En wel een aantekening voor de stichting van jongens, dat er dan is gebeurd. Dus is dat probleem, is mijn probleem. Dus goed, ja, later kom ik terug. En die mevrouw die ging hartstikke goed. En die kreeg ik netjes ook 10 gulden toen eerst. Ze zei, je hebt nog wat voor vorig jaar. Dus dat is gewoon als mensen, want minder krap op je kast zitten. Dat is helemaal niet erg. Nee. Komt altijd goed. Dus dat is gewoon net wat net hoorde ervan. Ja. Huh? Mooi gebaar van jou eigenlijk in dit geval. Ja, maar ik denk, je moet af en toe gewoon de menselijke moet je gewoon hebben. Ja. En ook daar ben je ICB over, vind ik. Ja, dat lijkt me ook wel inderdaad. Ja.
Wat ik heel graag nog wil weten, Jan, is... nou, Ian had het net ook over automatische incasso en dat soort dingen. We hebben net ook een tikkie voorbij zien komen. Ja. Pinautomaten die eigenlijk nog maar 2 jaar, in ieder geval zo ervaar ik het, er zijn. Hoe zie jij dan de toekomst van de ICB voor je? Want je ziet veel technologie toekomen. Ja. Hoe wordt jouw rol en de rol van de andere ICB'ers? Nou, het zou kunnen dat die op een andere manier ingevuld worden. Dat kan. Maar ja, ik geef wel aan van ook in de loop der jaren alles verandert. En alles bezig. Want nu zijn we met de pinautomaten bezig. Mm-hmm. Dus ik kan best dat er in de toekomst op een andere manier geld ingezameld wordt. En ik zeg nooit. Tuurlijk niet. Mm. En daar kan ik me nog wel in komen. Maar er zullen toch altijd mensen blijven. Ook in digitale TP zeg ik altijd. Die daar niet op ingesteld zijn. En die toch geen moment met mensen aan de deur willen hebben. En gewoon contant willen betalen. Dat zal toch wel blijven. En dan denk ik, en daarom geen moment van. Het zal kunnen veranderen, maar op een manier, op een goede manier. Ja. Even nog, hoe word je nu bijvoorbeeld ondersteund door de stichting met het schooien? Ja, tijdens het schooien zelf word je niet ondersteund. Je krijgt iemand je spullen en materiaal krijg je mee. En dan ga je gewoon stap. Ja. Alleen is natuurlijk wel, er zijn er problemen. Er zijn er wel een paar contactadressen waar je terecht kunt, nou wel. Ja. Maar wezen, je bent gewoon op jezelf aangewezen en dat moet ook kunnen. Nee, oké. Okay. Je hebt wel vrijheid in die zin. Ja, natuurlijk. Zeker. Helemaal. Oké. Okay. Mag ik trouwens even iets benoemen wat veel te weinig bekend is? Dat ze niet bij de stichting horen, de ICB. Bedoel je dat? Nee, dat ook. Ja, dat maar, nee, maar jullie kennen waarschijnlijk niet de begunstigers buiten Bergen. Die zijn er wel, dat weet ik. Ja, die zijn er. Dat is dus een, als je ergens goed gaat zoeken op de site van de stichting, kom je ergens tegen. Ik weet dat een collega van mij dat doet. En dan kan je dus, als je bijvoorbeeld in Halster woont, daar komt natuurlijk de ICB niet langs. Nee. Ja, daar komt de ICB van de Stichting Altense Carnaval waarschijnlijk langs. Ja. Maar die maakt dus wel inderdaad ieder jaar geld over. Ja, klopt. En die krijgt in ruil daarvoor, krijgt hij netjes de krant bezorgd of thuisgestuurd, dat weet ik niet. Ja, dat klopt inderdaad. Maar ook bij ons in de week gebeurt wel eens. En op andere weken ook. De mensen die hebben buitenbergen en daar betalen ze voor. Mm-hmm. En dan wordt er gewoon aangetekend. En dan krijg je ook een krant voor de nieuwe persoon. Dus Oké, dan krijg je ook 2 kranten. Dat kan gebeuren, ja. Ja. Maar wat jij zegt, dat klopt ook inderdaad. Dat is waar. Dus ook naar Amsterdam, kan Maastricht. Ja. Dus die vriend van jou uit Sittard, die kan gewoon... Ja, die woont nu in Breda, dus zit minder ver. Die kan ik wel een keer meenemen voor hem. Maar, maar dan moet je wel begunstigd worden. Ja, 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 ja. En minimaal 11 euro, hè. Oh ja, ja. Ja, we blijven schoren, hè. Nee, tuurlijk. Ga ik helemaal voor zorgen. Ja, Jan, ik denk dat we, en Koen, dat we er wel ver doorheen zijn. Ja, vragen die we verzonnen hadden in ieder geval. Ja, ja. Nee, zeker. Extra vragen hebben we ook gesteld. Ik heb er ook heel veel tussendoor doorgesteld. Jan, je bent nog wel actief in dit welbent? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Dan toch een beetje corona-wise. Zijn jullie nog wat van plan? Of, nou, dat is een beetje, dat is eigenlijk het welbent, denk ik. Een beetje afwachtend. Mm-hmm. En dat is ook heel apart van... Want ja, en hebben jullie ook meegemaakt met jouw duel, man. Mm-hmm. 11-11. Nou, daar zit je thuis. Ja, ja. En wel gedaan. We hebben een surprise pakket voor iedereen laten bezorgen. Dus je bent wel bezig met elkaar. Maar op een andere manier. En dat is gewoon voor iedereen. Maar dat is mijn hele maatschappij momenteel. Ja, een hele rare wereld. Maar zo gauw we weer kunnen, dan staan we er gewoon weer. Kijk. En ik zeg, toevallig komt onze 13e man vandaag uit Ruben naar dingen vliegen. Henk, die ken je ook wel. Vast wel. Ja. Maar er was een lid van ons die 10 jaar in Aruba gewoond heeft. En die komt vandaag terugvliegen in Nederland zo goed. Mm-hmm. Dus we zijn met 13 mannen van boven de 60. Kijk, top. Kijk, dus ja hoor. Dus we kunnen eigenlijk weer tegenaan. Alleen we moeten wel mogen. Hè? misschien nog even voor de verduidelijking. Op het moment dat we deze opname maken, is het dus nog niks zeker over hoe de ICB omgaat met bepaalde coronamaatregelen en het schooien. Ja, jullie hebben dus wel altijd gehoord van, hey, willen jullie wat dingetjes doen qua ICB? Maar... Nou, ja, ze hebben ons gevraagd van, zijn jullie beschikbaar? En er zat sprake over 2 activiteiten. Dus dat is ook voor ons wel even onduidelijk. 1 activiteit ga ik vanuit, dus dat was een haardkant. Want die zal wel uitgebracht worden. En die andere zou kunnen zijn, of een brief dat ze iemand onder willen spreiden. Maar dat weet ik zelf ook nog niet. Dus, maar dan horen we, ja, januari zo, dat horen van de stichting. Ja. Maar ook die zitten nu met die lockdown tot de 19e. Uiteraard. Ja. Oké, nou helemaal top. We gaan nog naar een eindvraag. Die gaat Koen zo stellen. Ik wil nog 1 vraag aan jou stellen, Jan.
Zou jij met het schooien alsjeblieft je rode petje op willen doen? Misschien dat mensen je dan nog meer herkennen. Of ze kennen me juist niet. Oh, ze kunnen je. Dat kan ook nog, ja. Ja. Dat zijn twee verschillende werelden. Ja, Koen, aan jou het woord weer. Nou ja, het is tijd voor het ultieme verkooppraatje, Jan. Eigenlijk is onze laatste vraag... Je hebt 30 minuten, nee. Onze laatste vraag is eigenlijk heel simpel, Jan. Waarom moeten mensen nou geld geven voor dat feest? Dat kan je in één zin zeggen. Omdat het feest moet blijven bestaan. En ik denk, bestaan is niet alleen maar door de inzet van de mensen. Van de bouwclubs, de welmensen. Maar er zit ook een financieel plaatje aan. En zonder dat kan het feest niet bestaan. Dus ik denk gewoon dat het goed is dat de mensen erbij bijdragen. En het feest is ook van voor ons, maar ook door ons met z'n allen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het gewoon heel simpel gezegd is. Toch? Nou, of wil je gehoord of raken? Ik zit er klaar voor, hoor. Nee, Jan, ik denk dat je het gewoon heel goed gezegd hebt. En Koen, ik schooi, of in ieder geval ik doneer, hoe je het ook wil noemen, wel elk jaar. Jij doet het dus in de schooiwagen, normaal gesproken. Zeker. Voortaan, wij wonen altijd in het centrum. En ja. Ian ook. Dus mocht je collega's hebben die dus aanbellen en Koen of Ian doen niet open, nog een keer proberen. Anders kom ik zelf langs, maar ik woon vlakbij, Koen. Oh, is goed. Jij mijn nummer 1, dus... Helemaal top. Ja, hoor. Jan, super dat je hier wilde aanschuiven in het Zwijnshoofd, maar dan toch ook weer niet het Zwijnshoofd. Ja. Maar een mooie doek inderdaad, die we hebben kunnen regelen. Dankjewel voor het komen. Prima. We gaan er van maken. Zeker. Zeker. Tot de volgende. Tot de volgende, ja. Geent een beetje. Wat? Volg jij die mannen nou nog niet op Instagram? Bottes, laagstripke, oren. En geef ze dan gelijk een hartje. En liken en delen en sharen.